een heerlijke vrucht uit je voedselbos, uit je permacultuur of als je omheining van rond je groentetuin, dat is de Loganberry. En we zitten nu half juni en normaal gesproken dan rijpen ze echt 2-3 weken later, tenminste hier wel. Maar nu begint de Loganberry hier al te rijpen, want ze bloeit natuurlijk heel vroeg. Dus dan beginnen ze ook iets vroeger met rijpen. En het is nu vrij stabiel, gewoon aangenaam weer. We hebben veel regen gehad, veel bewolking. En toch zijn ze dit jaar heerlijk. En het is echt een jaar van overvloed voor deze vruchten, want ze hebben hier op deze droge zandgrond voldoende vocht gehad. Dus de ontwikkeling komt heel goed tot hun recht. En bij de Loganberry is er een trucje om ze echt volrijp te plukken. We hebben hier zo echt super mooie vruchten. Misschien wel leuk om iets een close-up te maken als dat lukt. Dan zie je dat deze echt al best wel donkerrood zijn geworden. En je hebt vruchten die donkerrood zijn. En je hebt vruchten die nog soms de ene kant een beetje rood zijn en de andere kant nog licht. En als je deze zou plukken, dan zou die zuur zijn. Nog helemaal niet aromatisch, maar gewoon niet te knarren, zoals we dat hier heel plat zeggen. Dus gewoon niet lekker. Maar de rijpe Loganberries, die zijn soms 3 à 4 dagen verder. Dus dan vanaf dat ze beginnen te kleuren tot aan dat ze echt rijp zijn, 3 à 4 dagen. Soms 5, 6 dagen. En dan zijn ze echt rijp. En de indicator is dat je ze heel makkelijk kunt plukken. Zonder dat eigenlijk het hoedje eraan blijft zitten waar de bloemen aan zat. En je ziet dat het een flink formaat vrucht is. Dus je hebt ook zo een hele bak vol. En de smaak is heel aromatisch. Niet per se zoet. Het is een balans tussen zoet en zuur. Sommige mensen zeggen, nou, ik vind het een beetje aan de zure kant. Maar vooral als het mooi weer is en ze staan een aantal jaar. Ja, dan heb je echt een waanzinnig lekkere vrucht die echt aromatisch is. Echt smakelijk. Nou, en ze klapperen natuurlijk voor de vitamintjes. En de mineralen. En dit is dus fruit wat een beetje voor in het seizoen rijpt. Dus ja, de bramen die komen straks, de wilde en de tamme bramen. Dus je hebt dan elke keer wat je kunt oogsten. En wat op onze site ook verkeerd omstaat, is dat de Loganberry en de Buckingham Tyberry, dat die naar elkaar rijpen. Dus dat de Tyberry eerst rijpt en dat is de Logan. Maar de Logan die rijpt dit jaar hier andersom eerder. En als je ze wil plukken, dan probeer je ze een beetje te draaien. En dan zie je, ja, deze zit nog zo vast. Dan laten we nog even hangen. Want als ik deze ga plukken, dan komt het hoedje mee. Dan heb je nog een vrucht die niet heel erg lekker is. En we hebben hem hier een klein beetje aan een stellage gemaakt. Zodat de takken niet helemaal op de grond gaan hangen. En dat driekwart van de vruchten of onder het zand zou komen te zitten. Of met vochtig weer direct zou besmetten en bederven. Want er komt natuurlijk heel makkelijk schimmel en rot in. En als je een Loganberry wil hebben die het goed doet, dan moet je voldoende compost geven en voldoende water. En water, dat is zowel op kleigrond als droge zandgrond heel nuttig. Kijk, op veengrond is er veel minder van belang, want dan heb je een stabiele vochthoudende bodem over het algemeen. Maar kleigrond gaat natuurlijk weer barsten, dus je wortels die gaan eraan. En wat we ook zien, hier staat hij in de volle zon, maar in de half schaduw doen ze het echt super goed. En dan als je schaduw van bomen hebt, dus niet onder de boom, maar de valschaduw buiten de boom. Ja, dan kun je echt hele mooie goede vruchten oogsten. Want als je van nature gaat kijken waar bramen en frambozen groeien, dat is altijd aan de voedselbosrand. Ik noem het nu voedselbosrand, maar dus ook aan de echte bosranden. Want daar zo valt voldoende licht en de bos die wil nog iets opschuiven. En daar voelen ze zich echt ideaal en goed. En met deze vrucht maak je ook trouwens bijen en hommels heel erg blij, want op het moment dat ze bloeien, het blijft gonzen. En het is misschien wel leuk om even te kijken hoeveel vruchten nog in wording zijn. En we hebben hier dus een paar rijpen. Nou ja, je ziet het al, dit zijn niet hele extreem grote, maar deze die hier hangen, die zijn alweer groter. En ik zal er ook even eentje voor jullie proeven. Had een dagje langer mogen hangen, maar je ziet hoe intens rood deze al van binnen zijn en ze worden alleen nog maar roder als ze nog een paar dagen langer zouden blijven hangen. En dit is trouwens ook een hele lekkere voor de jam. Nou, dan gaan we eens even kijken hoeveel dat er wel niet aanhangt. Wat er nog komt. Dus dan heb je vruchten die echt 2,5 tot misschien wel 5 gram groot zijn. En dat, dan heb je ook zo'n emmertje vol.
En we pakken deze kant, want deze kant hebben we minder nieuwe uitlopers. En hier zo zien we dus echt een massa met vruchten. Echt kilo's en kilo's wat hier nog komt. En sommigen zeggen, help, er komen vlekken op mijn blaadjes. Maar ja, dat is voor zijn plant niet erg. Het enige wat deze plant nog doet is wel door middel van blad suikers naar boven pompen. Naar de vruchtjes, de fotosynthese. Maar deze scheut is bepalend voor komend jaar. En wat heel veel mensen heel snel geneigd zijn, is om deze scheut weg te gaan halen. Want die denken, ja, zijn van die lange, slungige uitlopers. Die gaan over de grond. Kijk, hier heb je er ook een. Wat moet je ermee? Laten we ze maar weghalen. Maar weet je wat er gebeurt? Als zometeen deze oogst hier zo weg is, dus al die vruchten zijn geoogst, weet je wat zo'n plant doet? Dan denkt hij van, ik heb mezelf gegeven en nu kan ik er lekker rustig afsterven. Maar niet de hele plant gaat dood, maar deze uitlopers, dat zijn degene die we zometeen opbinden. En deze gaan we wegsnoeien, de oude. En als we deze opgebonden hebben, dat is waar volgend jaar weer een massa met fruit aan kan komen. En ja, de Loganberry, heerlijk in de jam, heerlijk voor vers. Heb je een zelf oogsttuin? Oh man, als mensen eenmaal weten hoe ze moeten oogsten, het is een feestje. Knoepers van vruchten, een overdaad, ja wat wil je nog meer?